Hi hi, welkom bij weer een filmpje van Creations bij Jolan. Jullie zijn altijd nieuwsgierig naar wat ik maak voor het onstage event of voor andere events voor Stampin' Up. En ik dacht, ik maak er een filmpje van. Dan is dat wat makkelijker om uit te leggen. Wat heb ik deze keer gedaan? Nou, ik ben zelf aan de lijn, dus ik dacht, ik ga geen chocola of andere lekkere dingen erin verstoppen. Ik ga er iets anders in doen. Wat heb ik gedaan? Ik heb een envelopje gestanst in zwart. Een wikkeltje eromheen gemaakt met deze leuke tekst. Gewoon just a little hello. Nou, en wat zit er deze keer in? Er zit in mijn businesskaartje met een tekst. Grateful for a friend like you. Nou, dat is ook zo. En er zit er gewoon een klein veeltje zit erin. Dat als je papierrafeltjes hebt, dan kun je die ermee afhalen. Dus dat is mijn swap voor het onstage event van 2016. Nou, hoe heb ik dat gedaan? Ik heb heel veel, ik kan echt niet voor iedereen iets leuks maken natuurlijk. Envelopjes gestanst. En die envelopjes die komen uit de set gift card envelopes en trims. Nou, daar heb ik deze uit gestanst. Gewoon uit zwart. En ik heb mijn vouwbeen gepakt. Ik heb eerst netjes eventjes, zo, moet ik het beter zien. Alle lijntjes even netjes natuurlijk gerild. Jullie kennen me ondertussen. Op deze manier. Toen heb ik het vouwbeen gepakt. En ik heb eigenlijk als het ware deze flapjes een beetje omgekruld. Dus dan gaat je envelopje iets boller staan. Zodat mijn cadeautje er beter in zou passen. Ik pakte een van mijn businesskaartjes. En daar stempelde ik een tekst op. En die tekst die kwam, even kijken, en die kwam uit de set Bunch of Blossoms. En daar gebruikte ik de stempel Grateful for a friend like you. Dus dankbaar dat je mijn vriend bent. En dat vond ik eigenlijk wel heel toepasselijk. In de gauwigheid had ik hier alleen Memento inkt liggen, maar dat is niet zo'n ramp. Let er wel eventjes op dat je niet te veel inkt opneem en te hard druk, want het businesskaartje is glad en dan duurt het ook wat langer dat het droog is of je krijgt vlekken en dat zou eigenlijk zonde zijn. Nou. Even een stukje dubbelzijdige tape voor achter mijn schuurpetje. Volgens mij kun je ook je nagels er heel goed mee doen. Dat leg je hierin. Ik had er een wikkel omheen. En dat is een stukje van 15,5. Bij 3 centimeter breed. Die heb ik door de embossing folder met de Big Shot gehaald. Ik zal straks even ondertikken hoor, hoe die ook alweer heette. Maar ik moet zeggen dat ik het in de gauwigheid met het pakken van alle spulletjes voor dit filmpje even ben vergeten. Ik plakte het vast met een lekker groot stukje dubbelzijdige tape, zodat die goed vast zit. Op een restje Whisper White stempelde ik uit de set Badges and Banners deze banner. En wat zo leuk is, deze stempel heeft een bijpassende pons. Dus we hoeven niet moeilijk uit te knippen. Let er wel even op. Oh, nu heb ik niet genoeg inkt opgehaald. En niet te hard gedrukt. Want hij is vrij vol. Dus toch maar even iets meer en iets harder drukken. Nou, zien jullie dat er bij mij ook wel eens een keer iets fout gaat. Dus even goed aandrukken. Kijk, die is beter. Wat ik net al vertelde was dat er een bijpassende pons bij is. En je pons hem even netjes uit. Die komt dan zometeen hierop. En ik had uit dezelfde set, kijk, hier was de set A Little Hello gebruikt. En ook hier geldt weer een beetje aan de rand stempelen. Anders kom je er met de pons niet goed bij. Uit ervaring. Jullie snappen wat ik bedoel. Zo. En ook hiervoor is een bijpassende
spons, dus ik hoef niks uit te knippen. Heerlijk. En vooral als je er dan zoveel wil maken, ideaal. Even zorgen dat het netjes ligt. Ook hier doe ik even een stukje foamtape achter. En ik had een stukje glitterpapier onder zitten. En Stampin' Up! Heeft nu hele mooie sets waar alle maten in zitten. Maar voor het filmpje vond ik het even makkelijker om toch nog even ouderwets de pons te pakken. Dus ik ponste deze ook even uit. En die kwam eronder. Oh. Nou, en dan ga je alles even opbouwen. Foamtapeje eraf. Ook hier een stukje foamtape weer onder. Nou, en omdat ik het altijd al snel weer kaal vind, doe ik er altijd nog een blingetje of een bloemetje op. Nou, van de restjes wat ik over had gehouden van het stansen heb ik heel veel kleine bloemetjes geponst. Helaas is het bloemetje niet meer te krijgen, maar wie weet wat er in de voorjaarscatalogus zit. Nou, twee kleine sequins om het extra feestelijk te maken natuurlijk. Oh. Nou, ik doe dat altijd het liefste even met een pincetje. Nou. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, mijn swap voor het Onstage Event 5 november in Amsterdam. En dankjewel voor het kijken. En wie weet zie ik jou in Amsterdam gezellig. Tot dan.